Dames en heren, de voortuin is af. Achter mij is Jarrig de planten water aan het geven. Het gaat nog regenen. En binnenkort gaan we nog twee leibomen. Twee leibomen gaan we nog plaatsen. Het gaat nog regenen, wat is dat voor... Ja. Oké, we hebben de voortuin nu echt af. We hebben het water gegeven. Alle planten zitten erin. We hoeven alleen nog een stoepbandje hier aan deze zijkant te maken. En een grindpad komt er nog bij. En ergens van de week komen er ook nog twee mooie leibomen. Die gaan we achter in de tuin nog plaatsen. En dan is die af. Oh mijn god. Ik sta helemaal... Ja, hallo allemaal. Leuk dat je nog kijkt naar deze hoogwaardige vlog. We zijn eigenlijk met de laatste dingetjes bezig, Rick. Ja. We hebben hier natuurlijk al de beplanting ingezet. En we gaan hier nog even een klein grindpaadje erin leggen. Nu even met een kort stalen plintje erin aan het zetten, zodat het grind niet naar de border gaat. Grindpaadjes weer en dan kan het grind erin. Dan kunnen de mensen in ieder geval nog de warmers. En we hebben de bomen bij ons. Eliagnus Ibangai. Ibangai. Oh ja. Compacta. Olijfmeel. Vijf keer dus de verkeerde bomen geleverd. Tenminste, vijf bomen hebben we geleverd totaal. En nu, als het goed is, hebben we twee dezelfde bomen. Waarom ze de bomen omruilen? We hadden Eliagnus, twee verschillende. En toen kwamen ze een kwerkers brengen. Dus dat is een heel andere boom. Kwerkers is een eik. Dus dat klopt ook niet. En toen kwamen ze deze weer omruilen. Toen zegt hij, ja, wanneer moet je ze hebben? Ik zeg, gisteren. Ze moesten er al in. Maar ja, we hebben ze. Dus we kunnen dit tuintje afronden. Puntje op de i. Dit is zwaar. Dit is het zwaarste van ons werk. Ik ga hier helemaal scheef, Rick. Nee, hou me recht. Goed. Grindplaat. Ja, baas. En snel. Oh, we zijn aangekomen bij het laatste stuk, jongens. De boompjes leggen. Ze moeten daar in dat kleine gultje. En dan kunnen ze erin. Het is een Eliagnus boom. De compacta versie. Dus die groeit net even, nou de naam zegt het al, die groeit wat compacter op elkaar. Mooie struik, kan heel goed tegen kou. Kan ook goed aan de zee staan. Gewoon heel erg sterk. Kan hem makkelijk snoeien. En hij lijkt een beetje op een, een olijf. Ik vind dat die struik een leuke, gezellige uitschaling heeft. En we hebben hem hier ook al in de tuin staan als heestertje. Dus dat komt zo direct weer heel mooi terug. Die kluit is ongeveer 30 centimeter hoog. Ik graaf hem altijd even wat dieper uit. Gewoon even 50, 60. En doe even daar onderin ook echt even goede grondbewerking. Je ziet, het is best wel veel zand wat hier in Almere ligt. Gewoon even goed uithalen en dan gaat weer regenen. We zijn nu bezig met de boombanden. Dan doe je altijd eerst even één kantje. Die doe je een beetje op spanning zetten. Dan zet je het boompje overdreven even een klein beetje zo. En dan trek je met die. Trek je hem heel mooi aan. Hoeft niet
heel strak. Hij mag een beetje wiebelen, die boom. Beetje, als de boom gaat wiebelen, dan gaat hij wortels maken. Hè? Als hij helemaal zo stilstaat, dan doet hij, gaat hij natuurlijk, denkt hij, nou mooi, ik hoef niks meer te doen. Hovenierswijsheid. Van jou. Lijkt gewoon een groene raket. Het mooiste is als je die spijkers natuurlijk niet ziet. Als je de mogelijkheid hebt, is dat je hem van die kant doet. Maar in principe hoeven die palen natuurlijk maar een paar jaar te staan. Het zijn kastanjehouten palen dit. En we hebben ervoor gekozen om deze paaltjes te gebruiken. Omdat die natuurlijk mooier zijn met deze. Hey, niet met het precisie-instrument. Nou, dames en heren, ze staan erin hoor. Paaltjes erbij. Toppie. Soep etende hovenier. Is toch ergens goed voor die paaltjes, Rick? Maat. Dit is een geweldige hoogte. Kan ook leunen zo, hè? Ook nog leunen. Hey, yo. Dat is geweldig. Dat moet ik thuis ook hebben, joh. Ja, man. Hè? Bijzetpaal. Voor mensen die op kantoor werk hebben. Ja. Toch? Nee, ik vind het geen gekke. Ja, leuk. Het is natuurlijk een leiboom, hè? Zo heet het. Die moet je gaan leiden. Dat als we deze boom iets daar naar beneden trekken, dan trekt hij automatisch eigenlijk alle tweede boompjes recht. Maar we moeten bovenin nog een stok, Rick. Ja, Rock. Rock? Rocky Rick? Maar we hebben geen trappie. Oh ja. Wij zetten paal. Nou, Rick. Nou. Hebben we even mooi als hovenier, mannelijke hoveniers. Even crea bea, hè? Echt, hè? Kijk, twee bakjes vol. Duurt even, maar. Heb je wel. Leuk, hè? Wat hebben we allemaal? Wat hebben we allemaal? Wat hebben we allemaal? Dit was een wens van de klant, of we dat ook even konden vullen een beetje. Als je niet zo naar binnen kijkt. Deze stond in de pot, hè? Harder. Hebben we hergebruikt. Nieuw. Korter. Pot. Olijf. Dit was een, wat was dit? Een schijnbamboe. Schijnbamboe. Ja, die is wel leuk. Dit is de Imperator, hè? Die staat ook Imperator, die hebben we achter, ja. Staat achter, sedumpjes, helleborusjes, leuk, bloeit nog. Ja, leuk. Dit was de nou paddenlelie. Paddenlelie? Of de arme luisorchidee. Zo, dichtbij man ineens. De wat? Arme luisorchidee noemde. Orchidee. Noemde Mies dat ook volgens mij. Ja. Ik heb het kaartje enkel weggegooid. Weet niet de Latijnse naam. En de Eonimus. Viburnum. Viburnum Tinus. Tinus. Ja, die staat achter ook. Ja. Dus we hebben een beetje. Ja, er was niet heel veel keus meer natuurlijk. De zomerbloeiers die zijn nu een beetje op. Ja, ja. Of tenminste, die zijn niet meer leverbaar. Dus we hebben een beetje in de herfst, kerstsfeer gehouden, een beetje rood. Dan kun je in het voorjaar weer eventueel wat eraf uithalen en dan zomerbloeitje erin. Oh. Nou, ik vind het leuk. Hè? Ja. Ik kwam er wel net achter. Ja. Die linkerbak staat onder een afdak. Oh. Shit. Ik bedoel, dat is jammer. Ze moeten een gat maken in het afdak. Oh ja. En dan erin. Oh, automatisch beregeningssysteem gelijk. Toch? Ik denk dat je vergietertje water elke week erin moet gooien. Rick? Yo. We gaan door met de laatste dingen achter. Ja. En dan de oplevering. Yes. Lekker man. Rick, ik heb even verder onderzoek gedaan. Oh, en? Ik ga het proberen, ja? Wat? De kikkerlelie, daglelie, wat was het nou? Paddenlelie. Paddenlelie. Ja. Is de Tricitris formosana. Formosana. Ja, dat zou moeten zijn. Tricitris. Dus. Komt hij hier nou ook? Hij staat volgens mij achterin bij de leibomen en daar dacht ik ook nog. Dat heeft Michael er al ingezet. Dus wij zijn helemaal in zijn element gebleven. Ja. We hebben wel ons
onze vrouwelijke kant even losgelaten. Met het uitzoeken net. Losgelaten? Toch? Toegelaten juist. Toegelaten. Helemaal, ja. Oh, we zijn helemaal losgegaan, bedoel je? Losgegaan, de vrouwelijke kant, ja. Dat is de Portugese laurier, toch? Ja. Prunus. Iets met een L. Angustifolia. Angustifolia? Maar je hebt die hortensia waar je bij zit en deze hibiscus. Die gaat deze blad verliezen. Dus wij dachten, om een beetje die schutting zo weg te werken, is het wel mooi. Ja. Staat die mooi nog bij die Eliagnus. Ja. We wouden hem eigenlijk in die bak doen, hè? Ja, maar precies. Hier is hij veel mooier. Ook laatste planten. Oh nee, ho. De herfstanemoon. Dat moeten we niet aan Mies vertellen. Kijk. De herfstanemoon. We hadden hem laatst in een tuintje staan die we hebben gedaan. Die we al hebben aangelegd. Hij is echt heel gaaf, hè? Ja, hij is leuk. Dus wij dachten, die kan niet missen. Hij moet een beetje in de schaduw staan. En dan bloeit hij ook nog eens in het najaar. Ja. Nou ja, dat is geweldig. Het leuke is aan die herfstanemoon, dus als hij wat groter is, dat loof, dat loof is het blad, dat blijft een beetje laag. En het bloemetje die wordt wat hoger, die steekt een beetje uit. En we gaan hem hier een beetje tussen die palen zetten. Dat is denk ik wel leuk. Dus dat is wel echt een eyecatcher. Dus onthoud hem. De herfstanemoon. De Hornerine Jobert. Goed, hè? Ja, die klemtonen en zo. Ja, uitspraak ook. Uitspraak. Hè? Maar ik heb... Ik zei dat ik een beetje klaar was met het ingraven van die slang. Maar... Dit is het laatste stukje. Vind je het nog leuk? Ik vind het nog wel leuk. Jawel. Het is een leuke tuin, hè? Dat ik zie die slang daar nog. Kijk hier. Weg. Ja, dit. Ja. Onder je plat, hè? Hup. Hup. Zullen wij straks eens even laten zien hoe mooi dat spoelsysteem werkt? Ja, dat is wel goed, hè? Zit erop. Ja, hè? Tuintjes af. Ik ben er helemaal blij mee. Kijk. Toch? Ik ook. Het is... Ik ben gaan tekenen. En er moest de organische vorm in komen. En toen vond ik, moet ik eerlijk zeggen, wel een beetje spannend allemaal. hoe het zou gaan uitpakken. Maar ik denk dat eigenlijk alles met elkaar klopt. En ik moet heel eerlijk zeggen. Je ziet het al hier. Deze borden, die komt heel erg diep de tuin in. Dat was eigenlijk met het ontwerpen was het best wel spannend. De klant ook even over gehad, van hoe diep laat hem de tuin komen. En eigenlijk is dat hetzelfde met die border. Die komt echt weer vanuit deze kant heel erg ver de tuin in. Maar, echt waar, iedereen zegt het, hè? De tuin lijkt groter erdoor. Je verlengt dus echt de tuin ermee. En het is lekker gedurfd, dus ik vind het, ben ook weer blij mee, Rick. Ik ben alleen maar blij. Ah, je ziet het eigenlijk een beetje aan de palen al. Die hebben we een beetje zo opgezet, hè, dat die langzaam omhoog loopt in de spils. En dat hebben we eigenlijk ook met die beplanting gedaan. Dus die, als die select een beetje volwassen is, dan loopt het eigenlijk ook een beetje dynamisch zo omhoog. Dus dat is ook weer heel gaaf. En dan komen we hier natuurlijk uit bij de mooie bolgetalpa. Die we gewoon hebben laten staan. En ik vind hem echt geweldig. Toch? Dat was perfect. Je zou hem zo kunnen kopen en erin zetten als een beplantingsplan. Het mooie is, hieronder hebben we een hibiscus, een Portugese laurier en een Heliagnus. Die staan nu een beetje in die schaduw. Maar deze gaat zijn blad verliezen. En pas echt ja, verder in het voorjaar, richting de zomer, zal hij echt vol in blad staan. Dan krijgen die jongens ook nog wel wat licht. En, nou ja, leuke beplanting. Michel heeft dat allemaal gemaakt. Dus ik vind dat hij het echt top gedaan heeft. Het hoofdterras. Hier komt zo direct leuke wat meubeltjes te staan. Hou er rekening mee. Ga je hier nou zelf ook mee aan de gang.
en je hebt een beetje een wat kleinere tuin, probeer dan ook meubels te kopen die bij een kleinere tuin horen. Wat ik vaak zie, mensen kopen veel te grote meubels die dicht zijn aan de onderkant. Je kan er niet doorheen kijken. Dat moet je juist hier niet willen. Dus koop hier meubeltjes waar je doorheen kan kijken, dat je de stenen nog kan zien, dat je de beplanting nog kan zien. Dan blijft het wat ruimtelijker. De Heliagnus leibomen natuurlijk, je moet hem nog even gaan dichtgroeien. Maar ik verwacht binnen 2, 3, 4 jaar zal hij wat mooier dicht zitten. En dan eigenlijk als allerlaatst, de klant zelf die gaat hier nog een overkappingje maken. Dus daar ben ik nog heel erg benieuwd naar. Hij is zelf heel erg handig met hout. Meubelbewerker is het. Meubelmaker. Meubelmaker. En hij gaat ook in het overkappingje die ronde vorm proberen terug te krijgen. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat worden. Nou, waar we het wel eens vaker over gehad hebben, is een tuin, daar moet natuurlijk leven in komen. Dus je hebt hier die groene hedrawand. Je hebt een grote borden daar met wat goede heesters erin. Wat bomen. Hier kan dus echt in geleefd gaan worden door torretjes, wormen en vogels. Dat is ten eerste goed voor de natuur, maar ook heel erg goed voor je beplanting. En zo'n waterschaal, dat is ook nog eens leuk, want die vogels die kunnen daar natuurlijk lekker uit gaan drinken. Oh, 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 oh. De beplanting, de beplanting. Oh, oh, oh. Filmen. Laat Mies het maar niet zien. En wat we ook nog gemaakt hebben hier in de tuin. De zomers worden natuurlijk steeds heter. Dus je moet echt gaan nadenken over besproeiing. We hebben hier een hoofdleiding ingezet. Met wat sproeiertjes. En die kan je gewoon op je tuinslang kan je ze aansluiten. Dus dan hoef je niet meer een half uur zo op je plantjes te staan. Je klikt hem maar op. Draait het kraantje open. Laat hem een kwartiertje, een half uurtje aanstaan. En je tuin is mooi besproeid. Je kan het ook doen met een beregeningscomputer. Kost allemaal veel meer geld. Je moet allemaal kabels de grond in. Dit is ook prima. Ik zal even laten zien. Hoppa! Kijk! Kijk! Het enige ding is dus als je het zo doet. Hij kan een bepaalde druk aan van de tuinslang. Als je een sproeisysteem hebt, dan heb je een kleppenput. En dan gaat hij automatisch zeggen, oké, eerst deze kant van de tuin, dan die kant van de tuin. Dat kan dus nu niet. Dus ik moet nu even met de hand de andere kant van de tuin gaan besturen. Met Lea. Met Lea. Nou, dit was alweer deze vlog, dit tuintje. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je het nou leuk? Abonneer je even op ons kanaal. Dan zijn wij ook weer gelukkig. Tot de volgende keer.